Tiet. Welkom in Druilerig Alkmaar voor de laatste officiële krachtmeting van AZ tegen KAA Gent. Terwijl ondertussen onze cameraman die als held op de steiger staat, Michael, nog eventjes zorgt voor een droge lens. Zo goed als kan, want het is hondenweer in Alkmaar in het AFAS stadion. Voor alle wedstrijden natuurlijk met speeltijd voor Ron Vlaar en Kelvin Stengs hopelijk later nog. Ik zit eventjes te kijken, die is overigens niet opgenomen in de selectie. Dus die zal er niet bij zijn. De opstelling die zojuist in de handen is geschoven. Maar er is wel speeltijd voor Ron Vlaar voor de rest. Maar beide ploegen natuurlijk een hoop afwezig, want het Interland weekend komt eraan. Dat betekent dat AZ Bizot mist. Onder andere en Wijndal, hij die voor het eerst is opgeroepen voor Oranje. Maar ook Koopmeiners, Boadu en De Wit die zijn geselecteerd voor Jong Oranje. Koemelson onder andere voor IJsland. Svensson voor Noorwegen. Mietje was ook geselecteerd voor Noorwegen, maar is afgehaakt. Is terug in Alkmaar omdat hij wat klachten had. En dus een treffen tussen twee ploegen zonder internationals. Het mooie is dat AZ natuurlijk over twee weken het opneemt in de derde voorronde van de Champions League in Kiev tegen Dynamo Kiev. Gent neemt het in eigen huis op tegen Rapid Wien. En de winnaar van dat duel, van die duels, kun je beter zeggen, die staan tegenover elkaar in de play-offs voor de Champions League. Dus zou zomaar kunnen dat AZ en Gent elkaar later nog treffen, maar dan in officieel verband. Vandaag dus oefenen zonder de internationals bij Gent, de nieuwe doelman Sinan Bolat. Hij is overgekomen van Antwerp samen met zijn trainer, want de trainer Bolini zit net twee weekjes bij Gent nadat Torup, de vorige trainer, al na twee nederlagen in competitieverband zijn congé kreeg. Daar dus in het groen met een blauwe handdoek over zijn schouder. Sinan Bolat, die kennen wij nog wel uit een eerder Champions League verleden toen hij de keeper was van Standaard Luik. Daar willen wij als AZ-fan liever niet aan worden herinnerd, maar hij is er vandaag weer bij zijn terugkeer in Alkmaar. De sluitpost die kort geleden overkwam, omdat eerste doelman Kaminski door Gent is verkocht aan Blackburn Rovers. En de andere eerste doelman is er vandaag niet bij, Davy Roef, want die is opgeroepen voor de Belgische selectie. Overigens wel nadat een andere doelman had afgezegd. Dus hij is erbij als derde doelman. Davy Roef, overigens een keeper die bij AZ nog op de radar stond 3 jaar geleden in periode een beetje vlak na de winterstop. Toen werd hij door Anderlecht verhuurd aan Deportivo La Coruña. En John van der Brom kende Davy Roef, de doelman, nog van zijn periode bij Anderlecht. Dit is de nieuwe man. Ik was er ook verbaasd voor, want het is net naar buiten gekomen. Timo Letschert, daar is de defensieve versterking waar AZ zo naar snakte. Timo Letschert kennen we natuurlijk allemaal van zijn avontuur bij Utrecht. Hij ging toen via Sassuolo bij HSV. En nu traint hij al een aantal dagen mee bij AZ. Hij heeft een mondeling akkoord daarover. De komende dagen meer, dan zal het officieel naar buiten komen. Maar mocht je dit nu volgen, hij maakt zijn officieuze debuut. Timo Letschert. Hij dus weer terug op de Nederlandse velden. En AZ is van plan hem voor 3 jaar te contracteren. Deze transfervrije Timo Letschert. Een beul, daar stond hij onbekend in zijn tijd bij AZ Alkmaar. 27 jaar uit Purmerend, dus ook nog uit de omgeving. Kijk hoe hij het gaat doen. En Hobby Verhulst in het doel natuurlijk, omdat Bizot mee is met Oranje. Dan hoop ik dat u er klaar voor zit. Ron Vlaar, Timo Letschert dus centraal achterin.
Sugawara rechtsback. Joris Kramer linksback. Dat is de defensie. Op het middenveld zien we Klaasie, Reinders en Goudmijn. En voorin Ferdi Druif, de man van de tweede voorronde. Zo kunnen we wel stellen. Hij zorgde in extremis dat AZ nog een penalty kreeg. Maar toch menig een zal hebben gedacht dat het kansloos was. Hier nog even de opstelling in beeld. Klaasie, Reinders en Goudmijn dus. Goudmijn op de teampositie. Klaasie en Reinders naast elkaar. Controleert op middenveld. Oosting rechts voor. Abu Ghlal links voor. Maar die zullen ook veel wisselen van plek natuurlijk. Hier Gadeu. Niklas Dors terug op Sinan Bolat. Meteen druk zetten, Reinders. De loopactie van Oosting ook. Die krijgt de bal net niet lekker. Te hard voor Thijs Oosting. In de handen van Sinan Bolat. Binnen een minuut. Nu wordt van Nourio, de linksback. En hier opvangen door Gadeu. Die ook de afgelopen competitiewedstrijden gewoon centraal achterin staat. Dan naast de Plastoen. Maar dat is een international die er niet bij is vandaag. Bij Gent, een van de velen. Maar deze Gadeu. Gadjiu. De Cameroenees van de 29. Links centraal achterin. Dit keer bijgestaan door Niklas Dors. Die... Normaal toch op het middenveld staat. De bal wordt overgelaten aan Sinan Bolat. Inmiddels 32 jaar, deze Turkse Belg. Overgekomen dus van Antwerp. Echt nog geen week geleden, Sinan Bolat. En meteen weer een weerzien met Alkmaar, waar hij dus voor de Champions League uitkwam. Met standaard Luik. 10 jaar terug. Bal diep. Richting Bayo. Daar Sugawara. Als vervanger natuurlijk van Noorse international Svensson. Owusu. Met nummer 6 is dat Owusu. Overigens geen familie van Leroy Owusu. Bolat. Diepe bal voor linksback Nourio. Ziet hem over zich heen gaan. Ron Vlaar. Kijk hoe hij zich dus houdt als linker centrale verdediger naast Timo Letscher. Joris Kramer dus als linksback, omdat Owen Wijndal voor zijn kansen gaat strijden in oranje. Verhulst op Letschert hier al. Zijn eerste balcontact. Druk zetten. Klaasie, Reinders. Letschert meteen opgejaagd door Bayo. En Ron Vlaar. Ferdi Druif wil de bal hebben. Ook Abu Ghlal gaat de diepte in. Kies even voor het balletje breed. Letschert. Verdient wel een inworp. Via de schoen van Kleindienst. Druif. Wederom de held van Alkmaar. Krijgt nu de kans om zich te tonen in dit oefenduel. Kramer. Bal diep, daar gaat Goudmijn. Loopactie van Oosting voor het doel, maar Gadeu komt weg. Kleindienst en opvangen van Klaasie. Druif. Wegwerken door Dors. Klaasie in twee instanties. Goed werk van de kleine Haarlemmer. Sugawara dempt eroverheen. Klaasie doet het zelf. Ron Vlaar wordt door doelman Hobie Verhulst gecoacht dat hij tijd heeft. Breed op Letschert.
Botaka, die kennen we ook nog wel. Hier met de dreads. Jordan Botaka speelde bij Excelsior. Verdiende daar een transfer naar het buitenland. Dus Jordan Botaka daar de overtreding van Oosting net buiten het strafschopgebied op Dylan Bayo. Specialist is Sven Koens, die kennen we natuurlijk ook nog wel van de Nederlandse velden. Wat dat betreft liggen wel wat dwarsverbanden tussen de Belgen en de Nederlanders. Het is overigens gewoon een Belg natuurlijk, Sven Koens. Maar maakte furoren bij Heerenveen. Sven Koens. Nee, toch laat hij het over aan Castro Montes. Loopt goed aan voor Verhulst. Hoekschop van de aanvoerder, Sven Koens. Eerst paal weggekopt door Ferdy Druif. Koens houdt wat gelukkig balbezit. Abu Ghlal kopt. Oosting. En dan is het voetje van Botaka. Goed veroverd door Abu Ghlal. Oosting. Ja, het veld is enorm nat. Het zal u niks verbazen. Het regent die pijpen stelen al de hele dag in Alkmaar. Dus het heeft ook zijn invloed op de bal. Letschert heeft de tijd. Ron Vlaar. Wedstrijd voor hem dus belangrijk om minuut op te doen. Voor volgende week zaterdag als AZ gaat aftrappen in de Eredivisie. Tegen FC Utrecht. Druif. Ruimte aan de rechterkant bij Sugawara. Die staat met twee armen in de lucht te zwaaien. Klaasje heeft geen oog voor de Japanner. Zo dan. Abu Ghlal tussendoor. Maar Castro Montes loopt het gaatje dicht. Rechtsback. De vaste rechtsback overigens. Net als Gadeu Gajui. De centrale verdediger dus. Twee van de verdedigers die er gewoon vast in de basis staan ook bij Gent. Tenminste de eerste vier competitiewedstrijden. Want in België is de competitie dus alweer vier wedstrijden gaande. Bal richting Letschert. Inworp. De eerste drie wedstrijden verloor Gent. En afgelopen weekend werd er voor het eerst gewonnen. Met 1-0 van Mechelen. Door een doelpunt van Nyangbo. Die zit hier vlak naast mij op de tribune. Op de hoofdtribune. Misschien gaan we die de tweede helft nog zien. De matchwinner. Maar Gent stond natuurlijk wel in brand. Na drie nederlagen. De eerste competitiewedstrijden. Begon met een 2-1 verlies bij Sint-Truiden. Daarna thuis met 1-2 verloren van Kortrijk. Dat is toch gewoon een laagvlieger in België doorgaans. En daarna kreeg dus coach Torup zijn congé, mocht vertrekken. Vorige week werd er ook nog verloren op bezoek bij Antwerp. Club die AZ natuurlijk vorig jaar trof in Europa League. Afgelopen weekend dan. Onder die nieuwe trainer Laszlo Belouni werd er de eerste zege geboekt voor Gent. 1-0. Sugawara, mooi. Maar niet langs Nourio.
druk zetten op die back, Castromontes. Klaar. Weer even op Letschert. Die kunnen elkaar ongedwongen vinden, die eerste 11 minuten. Ongestoord ook. Reinders. Uitstekende voorbereiding achter de rug. Tijani Reinders. Lijkt de eerste middenvelder te zijn, mocht het vaste trio er niet zijn. Met Klaasie, Mitchell en De Wit. Dan lijkt Reinders die plek in te kunnen vullen met nummer 24 in de middencirkel. Lekker balletje. Ik denk dat de bedoeling van Ron Vlaar was om op Reinders te spelen. Letje staat meteen in de weg. Beweging volop bij Thijs Oosting. Omdat Sugawara als rechtsbuiten staat, is Oosting nu als extra spits naast Druif komen te spelen. Ja, dan moet de bal er eerst heen komen, Verhulst. Weer geen makkelijke bal voor Letje. Meteen goed getest wordt die eerste minuten. Maar niet door de aanvaller, maar door zijn eigen teamgenoten. Druif ziet daar de ruimte bij de Japaner. Sugawara. Voorzet eenvoudig weggewerkt. Door Nourio wacht nog op afspeelmogelijkheden. Ondertussen daar bij de dugout gaan staan. De nieuwe trainer dus. Laszlo Bologni. Bologni. Van Bologna. Het zijn twee ootjes met umlauten erop. De Roemeen, 67 jaar. Voorgaande seizoenen trainer van Antwerp. Dacht misschien wel aan een sabbatical, maar twee weken geleden dus benaderd door Gent. Overtreding van Owusu. Elisha Owusu. De Franse Ghanese op het middenveld bij Gent. Letschert opgejaagd door Niklas Dorsch, daarom helemaal terugspelend. Reinders. Letschert goed voor de man gekomen, ingestapt. Alleen weer balverlies. Gadeu speelt hem helemaal terug op Bolat. Oosting haalt er even uit. Abu Ghlal gaat diep, maar Reinders verkiest de zekerheid. Klaasie dan. Ja, die kan zo'n paas besturen, maar Abu Ghlal op het natte, snelle veld. Verlengd door Botaka. Verhulst op Reinders. Is het
Dorst die het te moeilijk maakt. Otaka door op die rechtsback Castro Montes. Overtreding van Abu Ghlal. Zal geen kwaad in zitten, maar... Jordan Botaka dus met nummer 17. Ik was wel fan van hem toen hij bij Excelsior speelde. Hij heeft daar tussen 2013 en 2015 twee seizoenen gespeeld. Voordat hij naar Leeds ging in Engeland. Uiteindelijk via Sint-Truiden deze zomer neergestreken bij Gent. Jordan Botaka die ook als rechtsback is ingezet. Dus toch echt bij Excelsior ook aanvallen was. Reinders op avontuur. Nourio. Letschert wordt gecoacht door Verhulst dat hij terug kan. En is het met 17 minuten nog aan het wachten op de eerste doelpoging. Beide ploegen nog niet gevaarlijk voor het doel gezien. Goudmijn. Vlaar gaat onderuit bij het versturen van deze bal. Maar komt wel aan bij Sugawara tegenover Nourio. Oosting net niet. En ook Goudmijn niet. Gadeu werkt weg naar Botaka. Uiteindelijk via Joris Kramer de bal over de zijlijn, linksback. Botaka. Sven Koems, de captain die de bal opeist. Inmiddels ook alweer 32 jaar de Belg, Sven Koems. Die op Heerenveen na altijd in België heeft gevoetbald. Dat is nummer 24. Bal richting Botaka. Doorzien door Vlaar. Castro Montes zorgt dat Gent weer balbezit heeft. Alleen is Owusu die de bal over de zijlijn laat rollen. De Franse Ghanese, 22 jaar jong. Die vorig jaar zomer overkwam. Van Olympique Lyon, waar hij is opgeleid, Owusu. Maar dus gewogen en te licht bevonden. Vlaar. Vlaar bij Reinders, maar bal afgesnoept. Kleindienst draait open, maar moet dan zo. Owusu, Koems. Goed voor de man gekomen door Sugawara. Nourio, de linksback met de voorzet. Kramer kan het uiteindelijk in tweede instanties. Met Botaka in de rug, die is slim. Dat is Jordan Botaka. Geboren in Kinshasa. Maar opgegroeid in België, Jordan Botaka. Verhulst, vrouw en kinderen eerst. Over vrouwen gesproken, zijn vriendin die hier ook aanwezig is.
zal tevreden toekijken dat Verhulst nog niet is getest deze wedstrijd. Bij de trainers voor de dugout. Nou, Arne Slot. Die dus vandaag moet doen met een gemêleerd team. Al die internationals die er niet bij zijn. Ook Håkon Evjen had ik nog niet genoemd. Maar die is voor Jong Noorwegen op pad. Maar het is ook wel interessant hoe de jeugd er aan toe is. Goudmijn bijvoorbeeld. Ferdi Druif. Dit is zijn kans natuurlijk om zich te onderscheiden zo'n wedstrijd. Nu Boadou mee is met Jong Oranje. Opening aan de linkerkant bij Nourio. Bahia. Bayo. Owusu en daar Oosting. Behendig voelt een armpje op zijn schouder ook. Van de jonge Fransman Owusu. Letschert. Sugawara wil de bal diep. Durft hij het aan? Ja, maar dat is iets te optimistisch van Timo Letschert. Ja, dan wordt Sugawara even uit de rug gelopen door Bayo. Voorzitter wel goed uitgehaald. Nourio, de linksback die meekomt, daar Letschert. Kleindienst. Nourio moet de bal eruit halen. En dan uiteindelijk een inworp voor Asset. Ziet de arbiter Thomas Hardeman. Hij is bereid gevonden om hier in de stromende regen deze oefenwedstrijd te leiden. De komende dagen natuurlijk interlandperiode. Ook bij Gent, daar is een heel elftal aan spelers uitgewaaierd over de hele wereld. Maar degenen die er zijn, die staan hier vandaag op het veld. Waaronder dus Botaka. Kleindienst al voor het doel. Ook Koens duikt daar voor het doel op. Maar zo in de voeten van Klaasie. Kramer. Licht tikje van Kleindienst. Maar vooral heel slim gedaan door Joris Kramer. Vandaag dus linksback heeft hij bij Jong AZ de afgelopen jaren ook wel vaker gespeeld. Als hij niet in het centrum werd gebruikt. Joris Kramer. Cameraman Michael, die af en toe een doekje over de lens moet halen. Maar respect dat je hier in weer en wind toch maar mooi staat. Tegen Monaco en Lille hadden we zon. Tegen Genk hadden we ook regen. Het is afzien voor een cameraman. Klaasie. Oosting wil de bal hebben. Druif ook, uiteraard. Druif wil altijd de bal hebben. Wat een goede eigenschap is voor een spits. Klaasie. Daar dan wild inkomen ook nog. Maar uiteindelijk wordt er gefloten voor de overtreding op Klaasie. Door die nummer 36. Arslan Agic. Ja, mooie positie. Zet heeft een aantal specialisten in huis natuurlijk. Maar Ferdi Druif wil hem graag opeisen. Mooie positie, dus 20 metertjes. Muurtje wordt neergezet door Sinan Bolat, de Gentse doelman. Eerste wedstrijd in dienst bij Gent. Kijken of Druiven meteen kan laten vissen. Kramer komt erbij staan, ter verwarring. De linksback. Of is het een serieuze optie dat hij hem ook gaat nemen? Ferdi Druif.
Nou, het scheelt niet veel. Bolat stijlvol naar de hoek, maar hoeft zijn arm niet uit te steken. Ferdy Druif, man die zich vorige week weer onsterfelijk maakte in Alkmaar. Vorig jaar natuurlijk, dat hij in de Europese campagne van AZ meerdere malen belangrijk was in Antwerpen. Thuis tegen Partizan, toen we 2-0 achter stonden. Uiteindelijk in de slotfase nog twee keer Druif. En ook nu weer, in de laatste secondes waar menig een de hoop al langer was verloren, was het Koopmeiners die de bal naar voren gooide. Druif voelde contact van de keeper. De bal was al lang over de doellijn geweest. Het zorgt er wel voor dat AZ dus volgende week, of over twee weken moet ik zeggen, in de voorronde van de Champions League uitkomt. De derde voorronde tegen Dynamo Kiev. Bataka. Daar gaat Castromontes, de rechtsback. Nu dan de bal goed van Sugawara. En Owusu jaagt de bal de tribune in. Goede onderschepping ook van Sugawara. Werpt zich goed voor de bal voordat Dylan Bayo gevaarlijk kan worden. En deze Owusu schiet de bal huishoog over. Dus is nog wachten op de eerste bal. Echt op het doel voor een van de keepers. Zowel Verhulst als Bolat. Nog niet getest vandaag. Klaasie. Arne Slot geeft de bal aan Sugawara voor de inworp. Even een geitje dat hij zelf gaat gooien. Past in de ambiance van deze vriendschappelijke wedstrijd. Let's shoot. Dus eerder vandaag gemeld om 2:55 dat hij mondeling akkoord is, Timo Letschert. Nummer 22, rechtscentraal dus achterin, Ron Vlaar. De Pummerender die transfervrij overkomt van Hamburger SV. Kramer. Abouklo met de loopactie. Kan zich maar moeilijk ontdoen van Bataka. Goed aangecoacht door Verhulst. De doelman dat hij helemaal terug kan. Aan de linkerkant de loopactie van Joris Kramer. Abouklo. Krijgt hem net niet lekker mee. Owusu snoept hem de bal af. En Reinders voordat Gent gevaarlijk kan worden. Even een doekje. Reinders op Abouklo. Bal is lang onderweg en de vlag is omhoog. Letschert. Op wie? Op Bataka. Foutje van de nieuweling. Hopelijk zonder gevolgen. Nourio komt zelfs mee, linksback. Bayo. Sven Koens.
zo lijkt AZ het foutje van Letscher te overleven. Kan Sugawara een hoekschop voorkomen? Ja. Goudmijn werkt weg. Aslanagic helemaal terug op Sinan Bolat. Op de andere kaal op het veld. Ron Vlaar. Druijf was al begonnen aan zijn loopactie. Zo, is deze nog te beloop voor Letschert op het natte veld? Nee. Tweede onzorgvuldigheid in korte tijd. Eerst dus Letschert die de bal zo in de voeten schuift van de tegenstander. Nu de bal niet meer te belopen voor Letschert zelf. Owusu. Links de ruimte bij Nourio, maar voor de rechterkant gekozen bij Jordan Botaka. Koems. Daar zit Oosting goed tussen. Daar Druijf gebruikt zijn lichaam goed. Nu is de weg naar het doel open, maar de weg is ook nog lang. Ferdi Druijf. Abu Ghlal met de loopactie. Druijf loopt zich helemaal vast op Dino Aslanagic. Daar lag toch de mogelijkheid voor AZ. Nu begint er wat leven in de wedstrijd te komen. Kramer. Koems. Castromontes. Botaka, kan hij de bal voor krijgen? Ja, kleindienst, maar Letschert werkt weg. Goed verdedigd door de nieuweling. Bayo lijkt te struikelen, maar... Nourio even terug op Gadeu. Deze nummer 5. Normaliter toch Cameroonese international, maar blijkbaar hoeven die geen interlandse spelen dit weekend. Het zou goed kunnen, want die Botaka en Abu Ghlal even terug tot bij Verhulst. Want niet alleen die Cameroonese international zit hier, maar vlak naast me zit ook Oussama Idrissi op de bank. Op de bank, op de tribune. Niet in zijn spelersoutfit. De Marokkaanse international. Hier Botaka, Oosting. Wegwerken door Reinders. En Druijf. Oosting. Maar net het voetje van Gadeu. Dors. Nourio. Naar de grond gebracht door Thijs Oosting. Fight!
Oosting, behendig. Goudmijn Reinders, Abouglal, ja, die moet dan naar de bal toekomen. Doet dit behendig, Abouglal, Abouglal. En voetje dan van Aslanagic. Hoekschop. Behendig gedaan van Abouglal. Geeft zichzelf de ruimte. Moet wel naar de zijkant. En is het Dino Aslanagic. Deze zomer overkwam van Royal Antwerp. Dus ik ken hem ook nog wel van vorig jaar. Dus een hoog Antwerp gehalte bij Gent. Zo. Letzert had zich meteen onsterfelijk kunnen maken door zijn hoofd die tegenaan te zetten. Toch niet de kleinste, 1,88 meter, maar ziet de bal over zich heen gaan. Abouglal met de ruimte. Oosting en Druif met de vooractie. Abouglal zelf. Uiteindelijk nog een hoekschop. Vlaar mee naar voren. Korte combinatie. Oosting, Reinders brengt de bal voor. Daar de kopbal van Druif. Oosting, zo. Eerste schot tussen de palen is voor Thijs Oosting. Maar wel recht op Bolat af. Bolat op Nourio. Letschert. Reinders met ruimte. Reinders schiet de bal het stadion uit. Deed hij tegen Telstar ook al eens, toen bij het andere doel. En u ziet daar in het midden al de lichtmasten. En het handje van Michael, de cameraman. Ja, dat ziet er beter uit. Lichtmasten voor onder andere de komende wedstrijden worden nu neergezet. De eerste twee staan er al. Maar over twee weken speelt AZ tegen PEC Zwolle hier op de zaterdag. En natuurlijk de komende maanden zullen er meer wedstrijden met licht moeten worden gespeeld. Dus ondertussen worden de lichtmasten langzaamaan opgebouwd in het AFAS-stadion. Opening op Sugawara. Botaka, dit keer vanaf de andere kant. En dan is het ineens heel blauw. De Gentse invasie rondom de camera. Voorzet daar, Oosting. En die ziet de bal aan zich voorbij glijden. Niet lang na zijn eerste schot tussen de palen. Is Oosting die bij de tweede paal bijna de bal binnen kan slijden. Spelen met veel scorend vermogen, de middenvelder, loopvermogen, scorend vermogen ook bij Jong AZ. Gedeeld topscorer vorig jaar met Abouglal. Thijs Oosting. Een van de talenten die dit seizoen hoopt op de nodige speelminuten bij het eerste. Sowieso deze zomer samen met Motabuni overgeheveld. Definitief naar de A-selectie. Speelde wel bij Jong AZ. Afgelopen weekend in Breda tegen NAC de competitiestart Thijs Oosting. En Verhulst. Krijgen we voor ons nog wat spektakel te zien.
Vlaar. Letschert. Ja, hij zou... Twee maanden geleden leek het erop dat hij een 2-jaar contract bij HSV zou aangaan. Maar doordat promotie werd misgelopen door Hamburger SV, mocht hij transfervrij vertrekken, Timo Letschert. Nu duikt hij dus in Alkmaar op. Waar ook Heerenveen hengelde naar zijn diensten. En zo zijn er wel meer clubs in de Eredivisie die Timo Letschert graag aan de selectie zouden toevoegen. In zijn tijd bij Utrecht een zeer bruikbare verdediger. Zat zelfs ook een keer bij de selectie van Oranje. Kwam niet tot een debuut. Maar wie weet kan hij bij AZ uitgroeien. Nu dan Abouglal. Mooie kans. Abouglal en Bolat. Met de redding. De beste mogelijkheid tot nu toe. Abouglal met de vrije doortocht. En zo... neemt de druk van AZ toe. Met eerst dat schot van Oosting recht op Bolat. Daarna bij de tweede paal. Oosting die bijna kon binnenglijden. En nu dus Abouglal met de vrije doortocht hier. Goudmijn gaat naar de grond. Is natuurlijk ook een lichtgewicht. Maar dit is iets te gewillig volgens arbiter Hardeman. Gent gaat een keer proberen. Nog niet gevaarlijk geweest. Terugleggen Owusu. Daar Botaka. Tegenover Sugawara. Botaka. En weggekopt door Letschert. Gadeu. De veelvuldig Cameroonese international. Dorsch. Koems. Speelde 69 wedstrijden in de Eredivisie namens Heerenveen. Deze Sven Koens. Reinders. Ruimte aan de rechterkant bij Oosting. Die vraagt ook de bal. Nu dan. Goed uitspelen voor AZ. Oosting, Oosting, Oosting. En... een doeltrap. Wederom duikt hij gevaarlijk op voor het doel. Dit had AZ veel beter moeten uitspelen. En toch in korte tijd... Oosting drie keer gevaarlijk. Nu is de volgende stap om te scoren. Oosting die ook tegen Genk drie kansen kreeg. De eerste oefenwedstrijd na een paar dagen trainen. Toen dacht ik, nou ja, als je na een paar dagen trainen al zoveel kansen krijgt als AZ zijnde. Het had niet vreemd geweest als AZ die wedstrijd met 6-1 had gewonnen. Maar het werd niet gescoord en dus verlies je met 0-1. En ook vandaag dus weer de mogelijkheden voor Thijs Oosting. Als rechtsbuitenspelend, maar wel continu gevaarlijk voor het doel. Kan AZ er nog een maken voor de rust? Dat zal nu moeten gebeuren, want er zal geen blessuretijd bij komen, gok ik. Reinders, Oosting. Ja, van hem moet het komen. De 20-jarige middenvelder. Slash vandaag rechtsbuiten. Emmenaar Thijs Oosting. Zoon van Jozef Oosting. Momenteel assistenttrainer bij Vitesse, Jozef Oosting. Maar natuurlijk is Jozef Oosting vooral bekend als Mr. FC Emmen. Daar het rustsignaal van arbiter Hardeman. Het was lang kansloos de eerste helft, maar vlak voor tijd krijgt AZ nog de nodige mogelijkheden. Oosting met het eerste echte doelgevaar in de 38e minuut. Alleen recht op doelman Bolat af. Daarna nog Oosting bij de tweede paal ingegleden. Maar zag de bal aan zich voorbij gaan. Abouglal met een vrije doortocht die uitstekend werd gered door doelman Bolat. En ook nog Oosting, daarna nog een kansje. Ja, AZ wordt beter en beter. Maar het staat nog altijd 0-0 bij rust in de eerste minuten van Timo Letschert. En natuurlijk lekker deze wedstrijd vooral voor Ron Vlaar om wedstrijdritme op te doen. Vorige week speelde hij al een uur tegen Pilsen. Dus voor hem is het lekker. We gaan even rusten. Graag tot zo bij de tweede helft tussen AZ en Gent. U heeft nog geen doelpunt gemist.
Hallo? Hey, hallo. Wij zijn AVAS. Je kent ons van dit theater, deze muziekbox en deze gasten. Maar wat doen we nu precies? AVAS inspireert beter ondernemen. En dat doen we met deze mensen, dit product en op onze eigen manier. Wij vinden dat software ook maar een stuk code is als je het niet goed gebruikt. Doe dat wel, dan levert het tijd op. En daar kan je wel wat beters mee doen. Ja, dat bijvoorbeeld. Wil jij ons nog een keer ontmoeten? Check dan www.avas.nl. Onderweg in Alkmaar, ook hier is het seizoen 2019-2020 begonnen. Goeie bol van Idrissi. Boadu, Boadu. En dan is het raak. Dan is het eindelijk raak voor AZ. Als je vast denkt, is goed. Boadu. En daar is de derde. Het gaat hard. Jan schiet dan, schiet tegen Stenks aan en krijgt nog een schot, kans en die vliegt erin. AZ vlak voor rust, over Ozen. Links, Stenks, ja! Calvin Stenks, wat is hij ongelooflijk belangrijk. Koopmeiners is de specialist en dus is het 5-1. Nu misschien de mogelijkheid om de gelijkmaker voor Boadu. Boadu doet het! Het is 2-2! Idrissi, Owen Wijndal is in aantocht. Idrissi heeft het gezien. Wijndal, weer zijn aanval. En nu wordt het wel afgerond. Dan is het 1-0 voor AZ. Beweging bij een aantal mensen. En Stenks die daarvan profiteert. En de bal zomaar binnenschiet. Mitchell. Nou dan, raak. Geen wel buitenspel. Vlag is omhoog. Sorry. Idrissi, komt er nog een zesde. Als het aan Idrissi ligt wel, daar is de zesde. De paas van Stenks, Boadu. Boadu, ja, dan is het wel raak. Meegelopen is Wijndal. Wijndal 2-0. De Wit met de hak. Dat is een geweldige treffer. Hatsidiakos. Hatsidiakos. Daar is hij dan alsnog in de extra tijd. Micho. Nou, Micho, die valt binnen. Nou, Hatsidiakos, dat kan niet. Dat liet hij ook zien. Van de week in de competitie. En nu de gelegenheid nog meer. En dat wordt nog feilloos afgemaakt, zegt Idrissi. Wat doet hij dat goed? Mitsje heeft hem dan niet helemaal onder controle. Wel de voorzet. Daar is Drijfveer. Ja! Ja, ja, ja! Hij is de held van Alkmaar. Het is afgelopen. AZ overwint het. Wat een krankzinnige wedstrijd was dit. Hier de supporters uit Alkmaar. Dat zijn er een heleboel. En hier het mooie moment voor de spelers van AZ. Als ze die toch heilige grasmat van Old Trafford betreden. AZ toch dat doelpunt te pakken. Idrissi. Je weet wat hij doet. Dat zorgt voor balbezit en een kans voor Boadu om de score te openen. En dat doet hij. Het is de vierde minuut. Idrissi. Geweldige bal van achteruit. Idrissi. Nu wel. Nu wel 2-0. Wat een waanzinnige bal van achteruit. Arno wordt bedankt op velerlei wijze. Idrissi. Ja, goed, doorgelopen Wijndal. Wijndal. Hard en hoog. Binnengeschoten AZ op 2-0.
Ben jij al koning bij Vomar? Met de Klant is Koningkaart profiteer je van extra voordeel bij je boodschappen. Je spaart voor keiharde knaken, waar je ook nog eens 6% premie over ontvangt. Daar kan geen bank tegenop. Zo werkt het. Voor elke euro die je aan boodschappen koopt, kun je voor 10 cent spaarpunten bijkopen. Die automatisch op je Klant is Koningkaart worden bijgeschreven. Bijna ongemerkt spaar je een flink bedrag bij elkaar. Hoe meer boodschappen je doet, hoe meer je kunt sparen. Neem je gespaarde punten op wanneer je maar wilt in een van onze winkels en ontvang 6% premie cadeau van Vomar. Ontvang je geld contant of laat het op je bankrekening storten. Zo zet je eenvoudig iets opzij voor wanneer het jou uitkomt. Bijvoorbeeld een vakantie, een cadeautje voor jezelf of een ander of een dagje uit met het hele gezin. Haal nu de Klant is Koningkaart op in de winkel. Registreer hem online en start meteen met sparen. Haal meer uit je spaargeld en word ook koning bij Vomar, jouw supervoordeelmarkt. Welkom terug in het AFA stadion, waar we ons langzaam gaan klaarmaken voor de tweede helft van de oefenwedstrijd tegen Gent. De oefenwedstrijd zonder alle internationals en jeugdinternationals en aanverwanten. AZ heeft op de bank, laten we die meteen even doornemen, Bo Reus, de jonge doelman die afgelopen weekend debuteerde bij Jong AZ. Hier die nu de bal gaat schoppen met zijn rode schoenen. 18 jaar jong, debuteerde in Breda, deed het niet onverdienstelijk, maar kreeg wel 6 tegentreffers om de oren. Terwijl AZ sterk startte, vergat het de 1-0 al vroeg op het bord te toveren. En uiteindelijk deed kampioenskandidaat, want dat is NAC Breda natuurlijk, AZ, jong AZ de das om. Verder Motabuni uiteraard, 18-jarige talent van AZ. En ook Oranje onder de Zovo, maar blijkbaar hoeft hij ook niet voor een jeugdinterland te melden. Ramon Leeuwin zit ook op de bank. Eergisteren is hij 33 geworden, Ramon Leeuwin. En ziet nu dus zijn plekje vervuld worden door Timo Letschert. Die inmiddels mondeling akkoord heeft dus met AZ. Verder op de bank Peer Koopmeiners. Maxime Gullit en Fedde de Jong, 17 jaar jong pas, Fedde de Jong. Speler van Oranje onder 17, de laatste interlandperiode. Debuteerde ook afgelopen weekend voor Jong AZ. En blijkbaar gaat het zo goed met zijn ontwikkeling dat Arne Slot zoiets had van laat ik hem ook op de bank zitten. Fedde de Jong, zou mooi zijn als hij nog wat minuutjes kan maken die tweede helft. Motabuni is aan een serieuze warming-up bezig. Zoals u misschien ziet in het rood-wit dartelt hij over het veld. Dat betekent dat hij erin zal komen. De vraag is of hij komt voor Thijs Oosting of voor Zakaria Abouglal. Ik denk het laatste, aangezien Motabuni vooral als linksbuiten wordt gebruikt. En Abouglal natuurlijk linksbuiten staat.
Had de mogelijkheid, Abu Ghraib, voor rust. Maar Bolat redden. Daar had Abu Ghraib meer mee kunnen en misschien wel moeten doen. Ik zei trouwens dat Verder de Jong debuteerde bij Jong AZ. Daar moet ik even op terugkomen. Hij was er niet bij bij NAC. Wel een hoop andere debutanten. Alouch, Dirks, Dekkers. En uiteindelijk vanaf de bank kwamen nog Barazi, Griffith, Veldhuis. En ook Lathouder, speler die afgelopen seizoen veel blessure leed kende. Bij Genk ook een aantal serieuze warmlopers. Onder andere doelman Colin Kosemans. En ook Anderson Nyangbo met nummer 11 hier bij de middenlijn. Op zijn felle schoentjes. Die lijken er serieus in te gaan komen in de rust. Dan lijken daar de andere spelers het veld op te komen. Voorop gegaan door de jarige Sinan Bolat. De doelman die vandaag 32 jaar is geworden. Hij gaat dus wel gewoon keeper. Ondanks dat reservedoelman Colin Kosemans toch een serieuze warming-up leek te doen. En daar Ron Vlaar als eerste van AZ. Voor Verhulst, Kramer, Druif, Oosting, Reinder, Sugawara, Klaasie. En Abu Ghraib, hij staat er nog wel. Maar Motabouni gaat er wel in komen.
En ook Ramon Leeuwin. Leeuwin komt voor Letschert. We hebben hem een drie kwartier kunnen aanschouwen. Timo Letschert is niet op de proef gesteld. De speler die dus begin van de middag tot een mondeling akkoord kwam met AZ. Nu dus Vlaar en Leeuwin achterin. En Tabouni lijkt dus te komen voor Kenzo Goudmijn. De 18-jarige Goudmijn. Die op 10 speelde. Mo Tabouni, ja, die kan niet alleen linksbuiten waar hij veel gebruikt wordt bij jonge AZ. Maar kan ook uitstekend uit de voeten op de 10 positie. Daarmee werd hij ook Europees kampioen met Oranje onder 17. En bij Gent dus Anderson Nyangbo met nummer 11 die nu het veld in komt sprinten. Hij maakte afgelopen weekend de winnende. De bevrijding thuis tegen Mechelen werd er 1-0 gewonnen. Na 3 nederlagen in competitieverband eindelijk de eerste zege. Hij was daarvoor verantwoordelijk. Nyangbo, laten we hopen dat hij het scoren in Alkmaar vandaag laat. Leeuwin krijgt meteen de bal toegespeeld. Dat is altijd leuk als je erin komt. Dat je meteen even de bal mag voelen op het natte veld. Daar Nyangbo. Nyangbo tegenover Kramer. Botaka. Owusu. Lange bal van de jarige Job. Druif. Net niet lekker. Botaka werkt dan weg. Botaka nu echt als rechtsback. Eerste helft schipperde hij nog wel eens als rechtsback. Rechtshalf en links heeft hij ook al gestaan. Maar nu is dus Castro Montes, de vaste rechtsback, is naar de kant gegaan. Voor hem de aanvaller Anderson Nyangbo. Tabouni wil de bal hebben. Vlaar die even wacht. Is te riskant. Kramer. Die een maandje geleden 24 is geworden. Die inwoner uit Heilo. Is een mooi item over hem gemaakt. Op AZ-TV. Dat hij ook deze zomer zijn nieuwe appartementje in Heilo heeft betrokken. Joris Kramer. Toch wel bijzonder als speler van Foresters, waar hij vandaan kwam in de jeugdopleiding van AZ. Heeft Kramer uitzicht op het voetbalcomplex van HSV. De tussen aanhalingstekens grote rivaal uit Heilo. Ja, van ver. De poging van Sven Koems. Was deze kleindienst. In ieder geval, hij ging over. Dat zag ook Verhulst. Die nog steeds geen schot op doel heeft gehad. Kramer dus linksback. Geen Thomas Ouwejan die op huurbasis naar Udinese is. Vlak daarvoor heeft hij overigens zijn contract nog verlengd. Dat is natuurlijk altijd handig. Voor eventuele centjes als Udinese daarna denkt van nou we willen hem wel overnemen. Vlaar. Op dus gelegenheidslinksback. Joris Kramer. En Klaasie. Loopt zich vast op Owusu. Kleindienst. Nyangbo. Loopactie bij Dors, die ziet de bal achter zich langs gaan op Bayo, 18-jarige linksbuiten, met zijn leeftijd op zijn rug. Rug nummer 18 dus. Deze bal is niet te belopen, ook niet voor de snelle Abouglou. Klaasie.
Gadeu. De 29-jarige routinier centraal achterin bij Gent. Die Sven Koens wordt opgejaagd. En Oosting en uiteindelijk de andere ook zorgen voor een balverovering. Kramer, Druif, ver van doel. Doet dat behendig. Daar was de loopactie van Tambouni. Maar doorzien door Aslanagic, de Bosnische Belg. Mbajo. Mbajo schiet en de eerste keer dat Verhulst aan het werk moet. Op de poging van deze 18-jarige Mbajo. Meteen een goede poging van die jongen linksbuiten. Hoekschop door captain Sven Koems. Daar binnengetikt door Gadeu. Cameroonese international die er in de 51ste minuut 1-0 van maakt. En het is niet de eerste keer dat Gent dit seizoen in een standaard situatie heil ziet. Het heeft wel vaker gescoord uit vrije trappen en corners. En ook nu dus weer. Koems legt hem afgemeten. Kramer. AZ meteen op jacht naar de gelijkmaker hier met Druif. Krachteloos. In de handen van Bolat. Zo, zijn het. Bajo. Niemand aangezeten, dus een doeltrap voor Verhulst. Zag ook arbiter Hardeman. Opening gezocht bij Kramer, maar Niangbo en uiteindelijk Botaka ook. En hier de doelpuntenmaker, Gandeo Gantuji. Cameroenees met het hoofd uit die corner van Sven Koems. Mooie aanname, kleindienst, wel naar de buitenkant gedreven. Bajo, combinatie met kleindienst. Loopt Spaak. Kramer. Ruimte voor Abu Ghla. Weg naar doel is nog lang. Reinders. Owusu in de achtervolging. Daar ligt de ruimte. Maar die paas naar Oosting afgesneden. Koems. Jonan Botaka. Dat is een hoekschop. Nee. Uitste krachtsinspanning door Dino Arslanagic binnengehouden. De jarige Bolat die even op avontuur gaat. Ja, dat heeft hij wel vaker gedaan. Zo. Ja, een bikkelharde overtreding van Abu Ghla. Op Arslanagic.
En een meer dan terechte gele kaart. Voor de 20-jarige Abu Ghla. Die overkwam vorige zomer van Jong PSV. Waar hij de hele jeugdopleiding heeft doorlopen bij Willem II. Net als Frenkie de Jong en Virgil van Dijk. En hier is de vrede getekend. Abu Ghla, die de eerste helft een keer goed richting het doel van Gent kwam. Maar AZ heeft deze voorbereiding moeite met scoren. Dat zal u niet ontgaan zijn. Bolat. Arslan Agic is opgelapt. Hier een Gandeu. Sven Koems met de opening op Nyangbo. Daar komt Botaka er weer overheen denderen. Nyangbo gaat zelf. En Verhulst. Voordat Kleindienst de bal in kan tikken. Vlaar. Kramer onder druk gezet. En Verhulst met de lange haal richting de helft van Gent. Gandeu met een licht armpje in de rug van Abu Ghla. Klaasie. Nu dan. Nou, het scheelt niet veel voor Druif, maar Bolat zag het een... Besloot geen actie te ondernemen. Bleef uitermate koel. Zag dat die bal van Druif al voor het doel lang zou gaan. Toch 12 interlands gekiept voor Turkije hoor, deze Sinan Bolat. Vooral in de hoogtijdagen natuurlijk. Toen hij hier met Standard Luik kwam voor de Champions League ook. Het is alweer 10 jaar terug. Ruimte aan de rechterkant bij Botaka. Die is levensnel, maar ziet de bal toch aan zich voorbij gaan op het natte gras. Wel geraakt door een AZ-speler. En ook nu ziet Botaka de bal niet in zijn macht. Reinders. Vlaar die Kleindienst naar de grond duwt. Maar wel de overtreding meekrijgt. Dat valt me alles mee. Druif in duel met Arslan Agic, ziet de bal over zich heen gaan. Reinders. Reinders, zeer behendig, maar dan is het Owusu. Ja, uiteindelijk toch nog een voetje daar gaan krijgen. Nyangbo. En Sugawara. Kleindienst. Zo in de voeten van Kramer, maar aanval een nieuw leven. Kleindienst. Verhulst. Nyangbo. Kleindienst met links dan. En weer Verhulst.
dwingt Hobby Verhulst twee keer toe tot een redding. En Verhulst die dus voorkomt dat Gent de score verdubbelt. Er staan vier wissels klaar aan de kant van Gent. Mohammadi met nummer 15 is Iranese international, gaat binnen lijnen komen. Samoase komt erin. De Jagere. En ook Goudot. Maar eerst AZ in de aanval op jacht naar de gelijkmaker. Met een uur op de klok. Reinders. Kramer. Gent lijkt AZ vast te hebben. Weet geen raad dan maar de lange bal. Wordt eenvoudig opgevangen door de enige doel te maken vandaag. En dan kan Bayo er snel uitkomen. Bayo. Dan is het een hoekschop. Druif mee terug om te verdedigen. Gent wacht nog even met de vier wissels. Eerst even kijken of het hier nog wat kan uitrichten. Ogen weer op de nummer 5. Gadeu. Vorige hoekschop kopt hij feilloos raak. En nu, oh, wat scheelt het. Maar overtreding. Vlaar die even knuffelt met de doel op te maken. En dan daar de vierdubbele wissel. En ook bij AZ komt de wissel. Maxime Gullit komt erin. En die komt voor Ron Vlaar, want die gaat zijn aanvoerdersband afdoen. Even een momentje van wisselingen dus. Doel te maken is er vanaf. Gadeu. Tot nu toe de enige doel te maken in de wedstrijd. Ook linksback Fortuna Nourio is eraf. Captain Sven Koens. Gaat op de bank plaatsnemen. Voormalige Heerenveener. En dan kunnen we weer verder. Als u dat thuis ook goed vindt. Maxime Gullit dus links centraal in de verdediging. Bij Jong AZ speelt hij ook wel eens linksback. Maar toch voornamelijk inderdaad links centraal. Vervangt hier met nog een kleine half uur spelen. Dus Ron Vlaar zijn eerste balcontacten. Samen met Leeuwin. Die in de rust al kwam voor Timo Letschert. De nieuwe aanwinst van AZ. Het is een mondeling akkoord. De pennenstreken zullen een deze dagen volgen. Dat kunt u allemaal volgen natuurlijk via AZ.nl. Je Druif, goede loopactie. Maar het wegwerken is van invaller Milad Mohammadi. De Iranese international. Owusu heeft nu de aanvoerdersband. 22-jarige middenvelder. Donne Botaka. Die gaat op avontuur. Loopt zich vast op Kramer. Zoekenwaren. Opgejaagd door invaller met nummer 19, de Jagere. Kramer.
Oeglal, dit keer vanaf de rechterkant. Reinders, Druif. Loopactie bij Tabouni, maar eerst via Kramer. Kramer met de voorzet, weggewerkt door Aslan Agic. Gullit op Lewin, die wordt opgejaagd door Tim Kleindienst. Gullit richting Oosting. Kom daar niet aan, leek de bal op een hand te komen, maar het is doorgaan. Gullit schuift de bal zo in de voeten van de tegenstander. Dorsch in dit geval blijft op de been, ondanks het... Betere hangwerk van Tabouni. Niangbo, daar gaat Botaka weer. Onvermoeidbaar Jordan Botaka. Lewin. Rechts de ruimte bij de jager, maar die kan de bal niet inhouden. Het is nummer 10, Samoas. Kramer. Klaasie die de aanvoerdersband heeft, nu Vlaar op de bank zit. Taart voor Niangbo. Boeglal loopt zich vast. Kleine Samoase probeert Lewin in de rug te lopen, maar die is daar niet van onder de indruk. Druif op Gullit. AZ heeft nog goede 21,5 minuut om iets aan die achterstand te doen. Tabouni, Druif. Met als altijd gevaar voor eigen leven. Maar maakt wel toch de overtreding. Ferdi Druif. 22-jarige uit Geest. Die vorige week weer een heldenstatus opeiste in Europees verband. Bolat. Dos. De jager op Mohammadi. Onderschept door Abouglal. Weer overtreding. Ja, die moet oppassen. Abouglal heeft natuurlijk al geel. Ja, als je
dit soort slidings blijft maken, dan is het wachten op de tweede geel voor Zakaria Abouglal. Botaka, ja, die bal komt door op Nyangbo. Voor het doel staat Kleindienst. Maar kan ook via Owusu en Verhulst. Met een uitstekende redding. Op die inzet van Owusu. Is het wederom Verhulst die reddend moet optreden. Hobby Verhulst. Die alweer een paar goede ballen uit zijn doel heeft gehouden. Eerste helft niks te doen gehad, maar na rust de nodige kansen voor de bezoekers. Dors. Botaka. En Kramer gaat naar de grond. Botaka die even overlegt, wat is er aan de hand? Jordan Botaka, 5 jaar geleden nog eens meegelopen met NOS bij Excelsior Heracles. Toen was Botaka daar speler. Na de wedstrijd stond zijn hele familie langs het veld. Ik denk wel 20 man. Komt oorspronkelijk uit Kinshasa. Jordan Botaka. Met zijn hele familie elke thuiswedstrijd op de tribune zitten. Aangezien Excelsior natuurlijk niet zo heel groot stadionnetje heeft. Is hij toch goed voor een dichte bevolking op de tribune. Motabuni. Botaka. Maxime Gullit. 19 is hij. De zoon van Ruud. Afgelopen weekend tegen NAC stond hij ook links centraal achterin bij Jong AZ dan. Deze Maxime Gullit. We roemden toen een centrale duo met Joey Jacobs. Nu dus met Ramon Leeuwin. Owusu. Nyangbo. Inleveren bij Reinders. Verdi drijft nu op het middenveld. Stormt weer richting zijn favoriete positie. Gullit. Kramer. Klaasie met ruimte. Rechts wil Abouglal de bal hebben. Motabuni die daar uitglijdt op het spekgladde veld. Het is drijvend drijfnat. Heel dag al hondenweer in Alkmaar. Wind en regen. En dat tot overmaat van ramp weet AZ de tweede helft ook nog niks te creëren. Is het Sinan Bolat die de doeltrap mag nemen. Afgelopen interlands voor Turkije zat hij wel bij de selectie, maar heeft hij niet meer gespeeld. Een jaar geleden ruim voor het laatst in actie gekomen voor de Turkse nationale ploeg, Sinan Bolat. 12 caps in totaal. De oude plaaggeest van AZ natuurlijk met standaard luik. Pirco Meijners komt in de ploeg voor Thijs Oosting. Oosting, die afgelopen weekend wel de enige goal scoorde voor Jong AZ, deed dat in de blessuretijd. Vandaag had hij ook kunnen scoren de eerste helft. 3 mogelijkheden gekregen, Thijs Oosting. Maar het lukte niet. Voor hem, Pirco Meijners. De captain van Jong AZ. Koopmeiners, 20 jaar, net als Thijs Oosting. Stond eerder in de voorbereiding nog centraal achterin naast zijn broer Teun Koopmeiners. De een links centraal achterin, Pierre Koopmeiners rechts centraal achterin. Dat was tegen FC Utrecht een helft.
Maar nu gaat hij toch op het middenveld spelen. Of toch rechtsback. Dat Sugawara doorgaat. Daar lijkt het op. Reinders. Rechts is Druif. Druif met de voorzet en de bal niet tot bij Abu Ghla. Het is Bolat die in de weg ligt. Ja, het lijkt toch op inderdaad Pirko. Maar is rechts centraal of rechts back. Waardoor Sugawara rechts buiten staat. Hier dan Abu Ghla. Het mag door. Abu Ghla afleggen. En daar Sugawara. Met de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd is daar dan toch de goal. Sugawara die zojuist naar de rechtsbuitenpositie is gegaan met het inkomen van Peer Koopmeiners. En dat betaalt zich meteen uit. Abu Ghla met de assist. En Sugawara met zijn tweede goal van de voorbereiding. De eerste was ook de eerste van de voorbereiding van heel AZ. Met een afstandspegel. Dit is een intikker. Kwartier voor tijd. En de volgende wissel bij Gent. Kleindienst gaat naar de kant. De spits die voor 3,5 miljoen overkwam. Van Heidensheim uit Duitsland. De tweede Bundesliga. Waar hij in de subleague of in de subtop meedeed bij Heidenheim. Scoorde 14 keer in 27 wedstrijden. Hij moet dus de nieuwe spits worden die Gent aan doelpunten helpt. Tim Kleindienst vandaag nagenoeg onzichtbaar. Gent hoopt zich ook een deze dagen nog voor een recordbedrag te gaan versterken met een vleugelspeler, Linton Maina. Maar zover is het nog niet voor de Buffalo's. Moet het nog zonder hem doen. Nyangbo. Botaka. Nu met de aanvoerdersband. Ferdi Druif. Overal te vinden op het veld. Richting Sugawara. Gullit. Klaasie opgejaagd door de jageren. Passelijk natuurlijk. Kramer Tabouni. 1-2. Kramer die dan uiteindelijk wel de bal verliest. Voorzet van Samoase. De nummer 10 komt niet aan. AZ in de vijfde versnelling. Op weg naar de voorsprong. Maar die bal wordt goed doorzien door Aslanagic. Ja, dan maar zelf lopen. De centrale verdediger. Nyangbo. Daar Arne de Schepper, een van de twee spelers die zojuist invielen, Nyangbo. De Schepper dus de vervanger van Kleindienst, de nieuwe spits van Gent. Goed gedaan van Sugawara, balbezit voor AZ. Motaboudi moet uitwijken, maar hij is snel. Sneller dan Aslanagic. Druif. Gent inmiddels weer gegroepeerd. Druif met de opening naar Peer Koopmeiners. Reinders. Ruimte bij Motaboudi. Moet de bal nu inbrengen. 10 minuutjes nog. Aslanagic.
Bosnische Belg die wegwerkt. Kramer. Maar AZ lijkt de wedstrijd toch weer wat te doen kantelen. Want de eerste helft waren de mogelijkheden die er waren voor AZ. Het waren er heel weinig. Maar na rust kwam Gent toch behoorlijk goed voor de dag. Voor het doel van Verhulst die een paar keer uitstekend heeft moeten redden. En in de zesde minuut na rust was daar natuurlijk die hoekschop van Sven Koems. Die vrij werd ingekopt door Michael Gadeu. Centrale verdediger die inmiddels niet meer binnen lijnen staat. En hij is ook niet meer de enige doel te maken. Want Sugawara maakte dus vijf minuutjes geleden de gelijkmaker op aangeven van Abouglal. Komt er nog een winnaar in dit vriendschappelijke treffen tussen AZ en Gent. Die elkaar dus ook in de play-offs om de Champions League nog kunnen treffen. Want AZ speelt dinsdag de 15e. Over twee weken dus om 7 uur Nederlandse tijd in Kiev tegen Dynamo Kiev. Gent krijgt diezelfde dag om 8:30 bezoek van Rapid Wien. En de winnaars van die twee duels die spelen tegen elkaar tegen de play-offs. Om uiteindelijk de groepsfase van de Champions League te bereiken. Mohammadi recht in de handen van Verhulst. Toch lekker ook voor de spelers van AZ. Even die minuten in de benen. Met het oog op volgende week zaterdag. Over 9 dagen. Is de aftrap van de competitie in en tegen FC Utrecht. Dat zich goed heeft versterkt dit seizoen. Utrecht heeft wilde plannen. Om bovenin mee te gaan doen. Dat is meteen een goede krachtmeting voor AZ. Terwijl de laatste wissel bij Gent ook klaar staat. Matteo Parmentier met nummer 27. Dan is de hele bank gebruikt op de reservedoelman Koosemans na. Misschien dat hij ook nog wel een paar minuutjes krijgt. Lijkt mij niet. Arne Slot geeft aan Hoger. AZ moet meer op de helft van de bezoekers komen. Gullit op Kramer. Goed meegenomen. Kramer met de voorzet. En uiteindelijk weggewerkt door Mohammadi. Gullit. Leeuwin opgejaagd door Nyangbo. Klaasie vindt de ruimte bij Druif. Abouglal. Koopmeiners komt aangesneld, maar kan de bal wel onder controle houden. Dat is ook knap. Klaasie nu met de verlegging naar links. Mo Tabouni. Ook een mooie balbehandeling. En dan Kramer. Hoekschop voor AZ. Dan is nog altijd even wachten met de wissel voor Gent. Hoekschop is nooit zo'n slim moment natuurlijk om te wisselen. Hoekschop snel genomen. Moet opnieuw van doelman Hardeman. Of van scheidsrechter Hardeman. Ja, toch de wissel. Dat zal waarschijnlijk de allerlaatste wissel zijn. Ook de laatste keer dat onze cameraman Michael de Held, die in weer en wind bovenop de steiger staat om het beeld knap te krijgen. Dors is de man die van het veld gaat. Niklas Dors. En nog 6 minuutjes voor de nummer 27. Matteo Parmentier. Tabouni. Reinders. Buitenspel. Die voelt die aankomen. Oh,
Sinan Bolat, ja, ik wil het niet aanhalen, maar toen hij 21 was, was hij natuurlijk de held. AZ stond met 1-0 voor, maar in de slotseconde meldde hij zich in het strafschopgebied voor een vrije trap voor de neus van Sergio Romero. En Sinan Bolat was de doelpuntenmaker, de keeper die geschiedenis schrijft. Toen dus 21 jaar, vandaag is hij 32 geworden. Toen met standaard Luik. Dat was een hele zware domper, want als AZ die wedstrijd had gewonnen, dan kon het als derde in de Champions League groep nog door in de Europa League. Maar dat was nu dus door die gelijkmaker van Sinan Bolat weggelegd voor standaard Luik. Het zou mooi zijn dat AZ een klein beetje revanche kan nemen door hier gewoon nog in de slotfase te scoren. Voor wat het waard is, natuurlijk een oefenpotje. Maar toch voor het gevoel lekker als hij hier nog als winnaar van het veld stapt. Tabouni kan de bal niet binnenhouden. Voor Jordan Botaka. Avontuur voor hem bij Leeds United. Dat hem dus overnam van Excelsior was niet helemaal gegaan zoals hij had gehoopt. Kwam weer terug in zijn thuisland België via Sint-Truiden vorig jaar. Reinders. Mooie bal van Reinders. Abou Ghlal. En dan achter Sugawara. De Jager laat de bal over de zijlijn gaan. Die wordt voor Gent. Bolat. Kramer timt wat ongelukkig. Je gaat er maar aan staan. 86 minuten lang verregend en verwind, verwaaid hier in het AFAS-stadion. Zo ideale omstandigheden voor een sliding of een vliegende tackle. Tabouni op Kramer. Nu als volleer linksbuiten. Joris Kramer. Reinders niet bereikt. Druif. Kramer, oogstandje van Kramer. Doorzien door de schepper. Met nummer 9. Samoas. Op Parmentier. Leuk dat die invaller ook nog een balletje krijgt. Voor die paar minuutjes dat je mee mag doen. Gullit. Zo. Kramer krijgt daar nog een gele kaart voor. Raakt hem dan niet. Maar was wel een aanslag op Matisse Samoas. En dus de gele kaart voor die 24-jarige Joris Kramer. Zal zich dit seizoen ook willen laten zien bij AZ. Want zijn contract loopt na de zomer af. En met 24 is het ook niet meer interessant voor jong AZ. Dus hij moet nu zijn kansen grijpen. Joris Kramer vandaag dus als linksback. Omdat Wijndal in oranje zit. En die andere linksback, Thomas Ouwejan, net is verhuurd aan Udinese. Abou Ghlal. Gaat AZ nog de overwinning pakken. Zou goed zijn voor het moraal. Komt toch in de media wat gemor. Dat AZ zo moeite heeft met scoren. Met winnen. Maar goed, die allerbelangrijkste wedstrijd. Daar draait het om. Daar was Druif, hoofdrolspeler. Tegen Victoria Pielsen. Nyangbo. Is Klaasie voorbij. Nu tegenover Leeuwin. Ook voorbij. En dan is daar die heerlijke tackle van Ferdy Druif. Ook in verdedigend opzicht staat hij zijn mannetje. Ferdy Druif. Maar goed, het belangrijkste wapenfeit van het hele seizoen was vorige week natuurlijk. Heel slim neergegaan door Ferdy Druif. Dat de penalty opleverde in de laatste secondes. Gelijk maken van Koopmeiners en Gudmundsson. Natuurlijk in de extra tijd. In de verlenging. Reinders
Laatste minuutje, laatste halve minuutje aan Bouchlan. Ja, de spelers weten niet hoe lang nog, want er staat wel een scorebord, maar daar is weinig op te zien. Ja, Neon Letters zie je een 8 en een 1. Maar voor de rest staat aan de andere kant ook nog een scorebord. Daarop is te zien dat er nog 6 seconden te gaan is. Alles alvast voor de eerstvolgende thuiswedstrijd. Dat is op 19 september zaterdag om 4:30 tegen PEC Zwolle. Daar het laatste fluitsignaal van Hardeman. Zo oefent AZ zonder internationals. Maar wel met onder andere Ron Vlaar en dus de nieuwe aanwinst. Timo Letschert tegen Gent. Het kwam vlak na rust op 1-0 achterstand uit die corner. Binnengeknikt door een Gadeu, de Cameroenees. Op aangeven van Sven Koems. En in minuut 76, kwartier voor tijd, was het Sugawara op aangeven van Abouglal met de gelijkmaker. En dus eindigt AZ tegen Gent, ondanks gelukkig wat meer kansen in de tweede helft. Hoewel die vooral voor de bezoekers waren in een gelijkspel. AZ hoopt daarmee klaar te zijn voor volgende week zaterdag tegen Utrecht. En de dinsdag erop, die belangrijke wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Uit bij Dynamo Kiev. Dank voor het kijken. AZ speelt deze wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Gent.